Genomineerde nummer 1 is Vera Simons. Vera kreeg tijdens haar programma een aantal zwaar ongepaste en vieze appjes binnen van luisteraar Peter. Je zegt, steek je mond uit, dan kom ik het te opnemen, ik ben aan het rukken. Ja, ik vind dat echt zo ontzettend zielig, Peter. Genomineerde nummer 2 is Harm den Beste. Harm was een week aan het daten en vroeg deze jongen op de radio verkering. En ja, het is misschien heel raar om dit dan via de radio te vragen, maar ja, ik zou dan willen vragen, wil je verkering met me? Genomineerde nummer 3 is Michiel Veenstra. Michiel confronteerde een concertticket doorverkoper. Hey, dat is toch een grapje wat je net hebt? Nee, niet echt. Ik ga het echt doorverkopen. Ja, maar dude, wat is er nou van een dick move? Genomineerde nummer 4 is Stefan Bouwman. Stefan vertelt in tranen dat het gewoon niet goed met hem gaat. En dat wil ik heel graag met je delen, omdat jij ook altijd alles met mij deelt als je luistert. En ik voel me gewoon kloten. Genomineerde nummer 5, Winfried Baaiens. Bij Winfried vertelt de 12-jarige Robert dat hij avond ervoor uit de kast is gekomen bij zijn ouders. Want bij mij duurde het veel langer. Ik was denk ik 18 of 19 en toen wist ik het nog steeds niet zeker. Nou, omdat ik toen ik jong was, toen viel ik al op jongens. Toen vond ik al heel veel jongens leuk. Genomineerde nummer 6 is Ruud de Wild. Ruud de Wild maakt een onderwater uitzending om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Voort onder water vanuit het haaienbak. We gaan bellen met Jesse Klaver. Genomineerde nummer 6, collega Joost Schulte. Hij besloot om afgelopen jaar eens liftend naar werk te gaan. En ik word ergens in de buurt van Den Bosch Het moet wel mogelijk zijn. Genomineerde nummer 8, Sander Hogendoorn. Sander beweert dat al zijn luisteraars vrienden zijn. En dan moet hij natuurlijk wel even zijn telefoonnummer delen met zijn vrienden. 06 14 33 24 24. Je kunt nu je stem uitbrengen via 3fm.nl/kokring.